Mijn naam is Lucas van Wees en ik ben president van de EAPM, European Association for People Management. Dat is de Europese koepel voor 32 nationale HR-verenigingen, waaronder de NVP. En bij deze verenigingen zijn 250.000 HR-professionals in Europa aangesloten. Daarnaast ben ik HR-directeur van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben er heel blij mee dat wij als EPM het initiatief hebben genomen om de eerste internationale HR-dag uit te roepen op 20 mei 2019, die ook in heel Europa zal worden gevierd. En deze dag staat in het teken ter viering van het belang van het HR-vak in Europa, maar ook ter viering van het belang van people management in een veel bredere context dan alleen HR. HR en people management zijn heel erg belangrijk om mens en werk te helpen en voorbereiden op de uitdagingen die bij deze tijd horen. HR en people management is natuurlijk het DNA van iedere organisatie. En het belang met zo'n dag kan dan ook alleen maar onderstreept worden. Ik hoop dat deze dag, ook de komende periode, we bij dit vak stilstaan in het belang van ons allen en in het belang van de ontwikkeling van organisatie en samenleving. Ontzettend trots ben ik op ons HR-vak. Jarenlang stond de HR-professie ter discussie om een toegevoegde waarde binnen organisaties. Werd HR als het werkpaardje van het management ingezet. Maar dankzij de nieuwe era Smart Industry kunnen we ons eindelijk richten op onze eigen business, namelijk onze medewerkers. Dat is de kracht van HR, Human Capital en Organizational Development. De cruciale succesfactor van een organisatie zal hoe dan ook altijd aan medewerkers blijven. En voor mij betekent HR dat ik in de business zit, weet wat er in de organisatie speelt, weten wat er speelt op de werkvloer, maar vooral het ontdekken van ongekende krachten van mijn medewerkers. Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij in je kracht staat in je werk? Mijn missie is dat HR de leading role toe-eigent binnen de organisaties om human capital in haar kracht te zetten in de smart industry. En daarom vieren wij 20 mei de Internationale HR-dag. 20 mei is Internationale HR-dag. En de NVP heeft aan mij gevraagd, wat maakt je nou trots op het HR-vak? Wat mij trots maakt op het HR-vak, en in het bijzonder ook op recruitment, is dat ik ervan overtuigd ben dat mensen nog steeds de meest belangrijkste factor in een organisatie zijn, maar ook de meest complexe. En helemaal in een arbeidsmarkt als vandaag de dag. Maar we cheffen het vaak, en daar ben ik enorm trots op. Dat het soms lastig kan zijn met personeel, dat weten we allemaal. Ondernemers die grinniken niks voor niks naar elkaar, ik wens je veel personeel toe. Waarmee ze vooral een hoop ellende en gedoe bedoelen. Maar dat mensen nog steeds belangrijk zijn voor organisaties, blijkt ook uit hele mooie voorbeelden vandaag de dag. En daarvan is Tesla een mooi voorbeeld, van Elon Musk. Door veel te veel geautomatiseerd te hebben, ging het met de productie van de Model S3 helemaal fout. En gaf Elon Musk zelf toe vorig jaar, ik heb mensen ontzettend onderschat. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen technologie, maar de hang naar automatisering lijkt soms op de trek van een student naar fastfood. En we weten allemaal dat alleen fastfood eten niet goed voor je is. Wat ook goed is om groenten te eten. En de mensen in organisaties zijn voor mij de groente van een organisatie. Als je de goede mensen hebt, dan ben je ook als bedrijf fit en vitaal. En als de mensen de groente zijn, dan zou ik HR en recruitment wel als superfoods willen neerzetten. Want zij dealen elke dag weer met die mensen en zorgen ervoor dat de organisatie fit is en succesvol kan zijn. Namens RVB, let's shape the future of HR. En ik wens iedereen een hele gave internationale HR-dag toe. Hoi, ik ben Kim Willems, HR Business Partner bij Glencore Agriculture, gevestigd in Rotterdam en ook in 37 andere landen wereldwijd. Daarnaast ben ik bestuurder bij de NVP en ik hou van het HR-vak. 20 mei, Internationale HR-dag, een dag die niet vergeten mag worden, een dag om het ons mooie vak te vieren, het HR-vak. Een van de mooiste vakken ter wereld als je mij vraagt. Waarom? Omdat in het HR-vak de allerkleinste interventie een enorme impact op iemand anders kan hebben. Dat vind ik het mooie aan ons vak. Een kleine vraag, een kleine opmerking, een kleine spiegeling. Even iemand een korte coachingsvraag stellen. Het kan zo'n impact hebben op iemands leven. Of je het nou hebt over een manager waar je veel mee samenwerkt. Een medewerker waar je een gesprek mee voert. Of op een organisatie en een organisatieverandering die gaande is.